Dit is Den Haag in 60 seconden. Het Aloysius College heeft nog niet genoeg aanmeldingen binnen. De school heeft 50 tot 100 nieuwe leerlingen nodig om komend schooljaar door te kunnen. Toch is de rector ervan overtuigd dat het AC de komende weken dat aantal gaat halen. Oud-wethouder Bert van Alphen wordt per 1 april de eerste jeugdombudsman van de stad. De gemeenteraad heeft ingestemd met zijn benoeming. Bert van Alphen was van 2006 tot 2010 wethouder in Den Haag. De gemeente gaat 6 miljoen euro investeren in een winkelstad die toekomstbestendig is. Winkelen moet daardoor aantrekkelijker worden voor consumenten en ondernemers. De nadruk moet liggen op nieuwe technieken en meer typisch Haagse winkels. En een juf van een basisschool in Den Haag is vorige week mishandeld door de vader van een leerling. Ze liep flinke verwondingen op. Het gebeurde allemaal tijdens een ouderavond van de hindoeschool. De vrouw hield er een gekneusde kaak en blauwe plekken aan over. En dit was Den Haag in 60 seconden.